Vrijdagavond, 18 oktober, loopt deze man hier. Die loopt naar binnen bij supermarkt Dirk van den Broek in Katwijk. Hij heeft een mes bij zich en hij eist geld van de kassamedewerkster. Zij werkt heel goed mee in de hoop dat die man heel snel weer vertrekt. Nou, dat is het geval, maar dat maakt de impact er echt niet minder om. Dit is de Dirk van den Broek aan de Asterstraat in Katwijk. De supermarkt ligt midden in een woonwijk. Op vrijdagavond 18 oktober is het rond 7:50 vrij rustig in de winkel. Er zijn een paar klanten en er is één kassa open. Dan komt deze man binnenlopen. Hij loopt vrij resoluut door naar de kassa's. De medewerkster die op dat moment achter de kassa zit, wordt bedreigd met een flink mes. Hij eist geld. Ze weet ondanks de zenuwen de kassa open te maken en legt het geld rustig voor de overvaller neer. Het gaat bij elkaar om een paar honderd euro. Hij pakt het op totdat de kassa leeg is en dan gaat hij er vandoor. Ja, als eerste natuurlijk, hoe is het met die nog jonge medewerkers? Ja, niet iedereen heeft de overval meegekregen, maar de direct betrokkenen zijn nog behoorlijk van slag. Het is een werkplek waar mensen elkaar goed weten te vinden met steun aan elkaar. Dat is heel fijn, maar dat neemt niet weg dat de jonge slachtoffers hier slecht van slapen. Ja. Laten we nog eens eventjes heel goed kijken naar hoe die man eruit ziet. De man is bij binnenkomst al vermomd. We zien wel dat hij blank is. Zijn kleding is overwegend donker, met een grijs vest met capuchon. De capuchon heeft zwarte touwtjes en onder de capuchon draagt hij ook nog een zwarte muts. Verder is zijn gezicht bedekt met een soort van bandana, zwart met witte blokjes. Wie weet wie deze man is of waar hij verblijft. Hij heeft op vrijdagavond 18 oktober Dirk van den Broek aan de Asterstraat in Katwijk overvallen. Misschien heeft u wel gezien hoe die is gekomen of is gegaan. Of is u de dagen voor de overval iets opgevallen in de omgeving van die supermarkt. Alle informatie is welkom op 0800 60 70 of 0800 7000. En u kunt in deze zaak ook bellen met het team criminele inlichtingen op het nummer 06 57 87 62 79.